Hoi allemaal. Vandaag beginnen we met een nieuw hoofdstuk, de onderzeeboot. En we beginnen aan de eerste paragraaf en die gaan we voor de helft gaan we die ongeveer doen. En hopelijk werkt mijn computer een beetje mee, want het duurt vrij lang voordat hij reageert. Zie ik nu. Nou, de onderzeeboot. Nou, wat weet je van een onderzeeboot? Die kan boven komen drijven. Die kan naar de bodem zinken en die kan er ook nog iets tussenin doen en dat noemen we zweven. Dus als je naar boven komt, dan is hij aan het drijven. Gaat hij naar beneden, dan is hij aan het zinken. En wil hij bijvoorbeeld op een bepaalde diepte blijven varen, dan noemen we dat zweven. Even naar de volgende pagina. Nou, hoe denk je dat zo'n duikboot dat nou doet? Hoe zou die er nou voor kunnen zorgen? Want hij blijft eigenlijk even groot. Hij is even zwaar. Ik bedoel, hij gooit er niks uit. En toch kan hij hier gaan zinken, gaan drijven en weer naar boven komen. Nou, denk daar eens over na hoe die dat zou doen. Dan kom ik in de volgende les, kom ik daar nog op terug. Goed. Massa en gewicht. Nou, wat is het verschil tussen massa en gewicht? Nou, het grootste probleem is dat we een hele grote spraakverwarring hebben gekregen. Want iedereen zegt, als iemand vraagt aan jou wat is jouw gewicht, dan zeg jij, ik weeg, weet ik veel, 50 kilo. Nou, daar klopt dus eigenlijk helemaal niks meer van, want je moet eigenlijk zeggen, mijn massa is 50 kilo. En jouw gewicht heeft te maken met de zwaartekracht. Wij leven hier op aarde. En de aarde die trekt aan jou. Dat is de zwaartekracht. Alles wat je loslaat, valt naar de grond. Dat is de aantrekkingskracht van de aarde aan jou. Nou, op aarde hebben wij gezegd, die aantrekkingskracht is 10, hebben we die genoemd. En je weet, hier staat het. We hebben bij het even eerste hoofdstuk hadden we het over krachten. En je weet dat bijvoorbeeld een pak suiker heeft bijvoorbeeld een massa van 1 kilogram. Nou, de aarde die trekt met de factor 10. Hè, dat 1 kilo is 10 newton. Dus hoe hard trekt die aarde aan die pak suiker? Met 10 newton. 1 kilo is 10 newton. Dus als ik 50 kilo zou wegen, dan heb ik 50 keer 10, heb ik dus 500 newton. En dat noem je het gewicht. Dus eigenlijk moet je niet zeggen, als je 50 kilo weegt, ik weeg 50 kilo. Eigenlijk moet je zeggen, ik weeg 500 newton en mijn massa is 50 kilo. Want wat gebeurt er nou als je naar de ruimte gaat, bijvoorbeeld? Als je in de ruimte bent, dan trekt die aarde niet meer aan jou. En wat is jouw gewicht dan? Jouw gewicht is dan nul, want je bent dan gewichtloos. Maar jouw massa is niet veranderd. Jij bent nog steeds dezelfde persoon in de ruimte en jouw massa is nog steeds 50 kilo. Alleen is er niks meer wat aan jou trekt. Dus jouw gewicht is daar nul en daarmee dus gewichtloos. En op aarde trekt de aarde aan jou met de factor 10. Dus dan is jouw gewicht nog steeds jouw massa, 50 kilo, keer 10 is dus 500 newton. Dus eigenlijk moet je op aarde elke kilo vermenigvuldigen met 10 en dan weet je wat jouw gewicht is. Nou, in dit geval hier staat dat ik weeg 40 kilo. Dat betekent dat je massa 40 kilogram is. Je gewicht is dan waarmee de aarde aan je trekt. Dus 40 keer 10 is 400 newton. Elk voorwerp heeft een eigen massa. En iets is zwaarder als iets kan zwaarder zijn, iets kan lichter zijn, iets kan even zwaar zijn, maar alles heeft zijn eigen massa. En de aarde die trekt aan alle massa's op aarde. Alles wat je laat vallen, valt naar beneden richting de aarde. Maar als ik een bak met water heb, hier.
en ik gooi daar een bout in, of ik gooi daar een kurk in, dan zinkt die bout en drijft die kurk. Maar waarom is dat nou? Jullie weten, dit wist je van tevoren wel dat dit ging gebeuren. Maar wat gebeurt er nou? Even kijken hoor. Even kijken. Nou, laten we ze heel even, laat ik deze weg. Dan pak ik deze. Even goed lezen wat hier staat. Als een voorwerp, zoals een pingpongbal, een kurk of metalen bout in het water terechtkomt, drukt die het water opzij. Dus deze bout die naar beneden gaat, die drukt het water opzij. En je weet dan ook dat op het moment dat je die bout erin gooit, dat het waterniveau ook omhoog gaat. Maar het water laat zich niet makkelijk wegdrukken. Het drukt eigenlijk terug. Nou, en dat terugdrukken, dat noemen we de opwaartse kracht. Ja, we hebben je had geleerd in eerdere hoofdstukken dat we krachten tekenen met een pijl. En we hebben de zwaartekracht, dat is de kracht waarmee de aarde aan die bout trekt. Dus daardoor gaat die naar beneden, dus het is deze pijl naar beneden. Maar het water, die duwt eigenlijk die bout ook omhoog. Want als die bout gewoon uit de lucht, in de lucht zou laten vallen, dan valt die bijvoorbeeld veel sneller naar de grond als in het water. Nou, dat komt omdat het water eigenlijk ook terugdrukt. En dat is de opwaartse kracht. En je ziet dat deze pijl kleiner is. En je hebt geleerd dat je die pijlen, als ze tegenover elkaar zitten, van elkaar af mogen houden. Nou, deze pijl die is veel groter als deze. En deze pijl die wint het dus van deze kleine pijl. En daarom gaat die zinken. Nou, laten we eens kijken wat er met de krachten gebeurt bij een kurk. Nou, ook die aarde die trekt aan die kurk met een kracht. En het water duwt die kurk omhoog. En ook met een bepaalde kracht. En die twee krachten die zijn allebei even groot. En je weet dat als die twee krachten allebei even groot waren, dan bleef het voorwerp op zijn plek liggen. En daardoor blijft hij dus drijven. Zou deze pijl het winnen, dan zou hij dus omhoog moeten zweven. Wint deze pijl het, dan zou hij dus moeten gaan zinken. En zijn ze allebei even groot, dan blijft hij dus drijven. Dus de opwaartse kracht en de zwaartekracht bepalen wat er gaat gebeuren. Het volume bepaalt ook een hele hoop. En ik moet heel snel mijn achter aan de laptop aan de laten leggen, anders ben ik daar jullie kwijt. Zo, de invloed van het volume. Dan moeten we eerst weten wat volume is. En volume is niet de geluid, is ook het geluid van je oortjes of van je stereotoren. Maar hier heb ik het over andere volume, heb ik het over de inhoud. En als ik de inhoud van iets vergroot, dan kan het best zijn dat die in één keer bijvoorbeeld gaat drijven. En nou, hoe dat nou precies zit en hoe dat komt, ik wil dat je dit eventjes zelf even leest. Dat je dit tot aan hier gaat even lezen. En daarna ga je de vraag maken. We gaan hier nu stoppen. Ik wil dat je dit laatste stuk even eerst zelf leest. Ik ga de volgende les ga ik je nog een keer uitleggen. Je gaat vraag 1 tot en met 6 maken. 1 tot en met 6 gaat over wat ik net heb uitgelegd. En vraag 7 en 8 ga je maken. Die gaat over dit stukje wat je eerst zelf moet lezen. Ik vind het belangrijk dat je die zelf leest. Want dan weet je het al een beetje. En dan kan ik het volgende les uitleggen. En dan ga je het nog beter snappen. Want het is een moeilijk stukje. Ja? Dan wens ik je alvast heel veel succes. En tot de volgende les.